Honderden klachten kregen we binnen over het middel Tirax. Dit medicijn wordt gebruikt door schildklierpatiënten. Sinds de verpakking werd veranderd, kregen zij plotseling allerlei bijwerkingen. Kan dat kloppen? Dit is hem. Hier zit hij, dus dat is eigenlijk hier zo in de keel. En het is eigenlijk een beetje de thermostaat van het lichaam, wordt het wel genoemd. Dus hebben we het koud of hebben we het warm, dat wordt daardoor geregeld. Spijsvertering, is die snel of is die langzaam, wordt onder andere ook door de schildklier allemaal geregeld. Belangrijk klein vlinderhormoontje. Als de schildklier niet werkt, dan maakt hij geen stoffen aan om het lichaam optimaal te laten functioneren. Dit treft 500.000 mensen in Nederland. Het enige wat ik dus kan doen is het zelf proberen aan te vullen met pillen. Want mijn lichaam kan het niet meer. Als mensen eenmaal zijn ingesteld op een goede vaste dosis, dat ze erop kunnen vertrouwen dat die dosis goed blijft voor hun. En in de richtlijn of in de standaard van het Nederlands Huisartsgenootschap en van de Nederlandse Internistenvereniging staat dan ook dat als iemand eenmaal goed is ingesteld, dat één keer per jaar meten voldoende is. Zomer vorig jaar. Fora lopen vol met klachten van mensen die het medicijn van het merk Tirax slikken. Dat bevat een synthetische hormoonstof. Een stof die te weinig of niet meer door de schildklier wordt gemaakt. Hartkloppingen, hyperventilatie, vermoeidheid. Klachten die eigenlijk horen bij een te snel werkende schildklier. En dat allemaal sinds de nieuwe verpakking van het medicijn. Ja, door een te snel werkende schildklier word je heel jachtig van binnen. Dus je hebt constant het gevoel dat je een motortje hebt die veel te hard gaat. Dus je bent ook heel snel uitgeput. Het luistert dus heel nauw. Het luistert heel erg nauw. Ja, het is een hele sterk werkzame stof. Zeg maar microgrammen die in die tabletten zitten, die voor de werkzaamheid zorgen. Een hele kleine aanpassing daarin kan dus al hele grote gevolgen hebben. En dat merken we dus nu ook, omdat er heel veel mensen dat daar ook bij het LAREP over geklaagd hebben. Of in ieder geval dat gemeld hebben. Het Nederlandse bijwerkingencentrum, LAREP, verzamelt de klachten. Fanny, haar schildklier werkt niet of nauwelijks. En ze slikt daarom Tirax. Ook zij krijgt van de zomer last van hartkloppingen. Ze laat haar bloed onderzoeken. En het vreemde was natuurlijk wel dat het nu voor het eerst te hoog was. Ja, bij mij was dat het altijd was de andere nog nooit kant eerder geweest. Op. Ja. Dat ik meer medicijnen nodig had. Ja. Maar nooit deze kant op. Medicijn deed gewoon harder zijn werk. Ja, precies. Ja, ja dat kun je wel stellen. En nadat je dus verlaagd had je medicatie, gingen je waarden nog weer de verkeerde kant op. Ja, dat was met name ook heel bijzonder. Wist de huisarts toen al van dat het misschien aan het medicijn, verpakking had kunnen? Nee, dat was op dat moment nog niet bekend. Nee. En we hebben toen ook de medicatie naar beneden bijgesteld. En vervolgens na 6 weken ging bloed prikken. En toen was er juist een tegendraadse beweging, want waren de waarden nog weer verslechterd. En ja, dat was wel heel bijzonder. En toen zag je dus ook dat het medicijn echt te hard werkt. Harder dan dat het voorheen deed. Ook Amanda moet Tirax slikken, omdat haar schildklier niet werkt. En ook zij wordt ineens overvallen door nare bijwerkingen. Hyperventilatie, hartkloppingen, flauwvallen uiteindelijk zelfs als ik op wilde staan. Ik was zelfs ook moe. Dat zou je in principe niet verwachten als je een hypere schildklier hebt. Maar het kan gebeuren. Het klopte gewoon niet. Ik had ook hoofdpijn en ik heb het wel mensen gezegd van ik voel me niet lekker, maar ja, niemand weet wat er aan de hand is. Ik ook niet. Hoe kwam je erachter dat waarschijnlijk de verpakking als oorzaak heeft? Via internet, want ik zit dan op zo'n forum van Schildklierorganisatie Nederland. En daar stroomden de klachten eigenlijk binnen. Ook op de Facebookpagina van de Schildklierorganisatie Nederland ziet Amanda in september steeds meer berichten van mensen met vergelijkbare klachten. Allemaal in de zomer. En allemaal gebruiken ze Tirax, dat alleen nog wordt geleverd in doordrukstrips. En niet meer in het potje. Het schijnt te kunnen komen omdat een potje die is gevoeliger voor omgevingsfactoren. Zoals vocht, zuurstof, licht, warmte. Het is overal gevoelig voor. Maar een doordrukstrip, daar heb je geen last van. Ja, eigenlijk is het een klein beetje te goed. Het klinkt heel raar. Dat is natuurlijk niet zo.
Maar die blisterverpakking die zorgt ervoor dat de kwaliteit optimaal blijft. Terwijl als mensen de T-Rex in een potje hebben, dan, nou ja, goed, het staat misschien in zonlicht op een nachtkastje of in de badkamer. En elke keer als ze medicatie gebruiken, dan schudden ze er misschien wat uit op hun hand. Dus er komen ook zuren op. Er komt vocht bij, zuurstof bij. Het is eigenlijk een overdosering. Je krijgt het te veel binnen en daar krijg je klachten van. En dat is puur omdat de werkzame stof beter behouden is gebleven doordat die beter verpakt is, luchtdicht. Dat is eigenlijk de, wat er nu wordt aangenomen. De fabrikant moet dat nu op dit moment wel echt onderzoeken om dat aan te tonen. Maar het kan bijna niet anders dan dat het daaraan zou moeten liggen. Het college ter beoordeling van de geneesmiddelen heeft inderdaad na al deze klachten meteen de fabrikant eigenlijk aangeschreven van ga dit goed onderzoeken waar dit nou aan kan liggen. De fabrikant laat wel enigszins op zich wachten. Lareb heeft het college ter beoordeling van geneesmiddelen, CBG, op de hoogte gesteld van de vele klachten die binnenkomen over T-Rex sinds het middel anders is verpakt. Het CBG verstrekt vergunningen aan farmaceutische bedrijven die medicijnen op de Nederlandse markt brengen. In het geval van T-Rex is dat Aspen. Het CBG heeft Aspen verzocht een brief te sturen waarin wordt gewaarschuwd voor een mogelijk te hoge dosering bij patiënten als ze overstappen naar T-Rex in doordrukstrips. Dat heeft Aspen inmiddels gedaan, maar toen was het leed al geleden. Ik begrijp dan niet helemaal waarom dat niet van tevoren gesignaleerd is. En waarom daar niet over nagedacht is. Want er zijn meer medicijnen. Er worden vaker medicijnen of in potjes of in doordrukstrips verkocht. Dus je gaat er toch vanuit dat zo'n fabrikant weet welke werking dat op een medicijn heeft. De fabrikant heeft een brief gestuurd naar aanleiding van alle meldingen die er geweest zijn bij het Lareb van goh, wees hierop bedacht. Maar dat was eigenlijk net een beetje aan de late kant. Want iedereen had toen al de eerste keer die doosjes meegekregen. En het liefste zou je natuurlijk iedereen bij de eerste keer vertellen, goh, de verpakking ziet er anders uit. Normaal is daar nooit een probleem, maar bij dit middel nou net zou dat misschien wel tot gevolgen kunnen leiden. Maar ja, dat moment was eigenlijk al geweest bij iedereen. Wij vroegen zowel de fabrikant als de inspectie voor de gezondheidszorg om commentaar. Ze verwezen beide naar het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Wij staan wat dat betreft ook best wel voor een raadsel. Want eigenlijk vinden wij dat er een betere, farmaceutisch een betere verpakking is gekomen. De oude verpakking had toch het nadeel van het is een stof, het levothyroxine, het werkzame stof in feite van dit geneesmiddel. Wat heel gevoelig kan zijn voor ontlening, voor uit elkaar vallen. Dus de nieuwe verpakking vinden wij farmaceutisch gewoon beter. En toen die geïntroduceerd werd, toen dachten we, nou, dit is goed nieuws, ook voor patiënten. De vele klachten hebben het college ter beoordeling van geneesmiddelen ook aan het denken gezet. Als verantwoordelijke voor de vergunningverlening aan de farmacie heeft het college nu aan Aspen tot juli de tijd gegeven om de oorzaak te onderzoeken. U zegt juli, dat is toch nog wel een aardige tijd. Ja, de reden daarvan is niet dat die mensen zo heel lang in bureaukamertjes zitten te studeren. Dat komt gewoon, je wil in feite de directe situatie van de patiënt thuis naspelen. En dat betekent de feite dat je gedurende 6 maanden iedere dag het potje open moet doen, het potje dicht moet doen. Ja, de klachten zijn al een jaar bekend. Ja, dat klopt. Maar wij hebben zeg maar, de klachten hebben wij pas gekregen in oktober. We hebben eerst gekeken wat betekent dit. En we hebben acuut gereageerd naar de firma. Toen de firma opdracht gegeven, dit onderzoek moet acuut starten. Want op basis van de huidige gegevens kunnen wij dit niet ontrafelen. Bij mij in de studio is Agnes Kant, directeur bij het Lareb, het Nederlands Bijwerkingscentrum. Welkom. Het onderzoek van de fabrikant dat gevraagd is door het CBG gaat nog duren tot de zomer. Ja. Is dit een beetje lang voor die patiënten? Ja, ik begrijp heel goed dat mensen vinden dat het lang duurt. Dat begrijp ik heel goed. Mensen willen duidelijkheid. Laten we hopen dat die duidelijkheid er nu ook snel komt. Ja. Wij hebben ook veel meldingen gehad. En wat wij op dit moment aan het doen zijn als bijwerkingscentrum is de mensen die al bij ons gemeld hebben nog weer een vervolgonderzoek te doen. Dat we nog meer willen weten. Wat is er precies gebeurd? Wat zijn de gevolgen? Onder welke omstandigheden heeft men het geneesmiddel gebruikt? Is men naar de dokter geweest? Zijn er bloedspiegels gemeten? Zodat wij ook nog meer duidelijkheid kunnen krijgen wat zich precies heeft voorgedaan. Ja, u heeft een enquête gestuurd aan al die mensen die gemeld hebben. Hoeveel zijn dat er op dit moment? Nou, op dit moment, ik zou het nu niet precies weten, want er komen nog elke dag binnen. Maar in ieder geval meer dan 200. En na morgen denk ik nog wel iets meer. Al die mensen die gaan we dus nog meer vragen om meer duidelijkheid te krijgen wat er precies aan de hand is. En wanneer verwacht u daar dan iets uit te weten? Ja, nou, wij hoopten eind februari daar wel mee klaar te zijn. Maar ja, ik denk dat na vanavond
we nog wel meer meldingen krijgen. En die mensen willen natuurlijk graag meenemen in dat onderzoek. Dus dat gaat denk ik ook wel een paar maanden duren. Ja. Maar dan hopen we wel dat we meer duidelijkheid hebben. Wat heel belangrijk is, is dat er wel duidelijkheid is dat dit nu kan. Dat mensen deze bijwerkingen, te hoge werking van de schildklier kunnen hebben. En dat ze dus weten, ik gebruik dat middel, ik heb die klachten. Ga dan vooral ook naar je arts om te laten kijken of je nog wel goed ingesteld bent op dit geneesmiddel. Ja, want ik denk dat heel belangrijk is. Acht u het waarschijnlijk dat inderdaad de verpakking de oorzaak is? Ja, ja, dat is heel gek. We hebben dit ook nog nooit gezien, moet ik heel eerlijk zeggen. Want het is echt precies hetzelfde geneesmiddel. Zelfde productie, zelfde fabriek. Het is echt alleen de verpakking die veranderd is. En zoals in het filmpje al gezegd werd, waarschijnlijk toch iets met blootstelling aan de lucht, luchtvochtigheid, die iets met met de pil doet. En had de fabrikant het dan echt niet van tevoren kunnen weten, zodat die mensen dat kunnen waarschuwen? Ja, achteraf kan je dat misschien zo zeggen. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, ook wij vinden dit wel heel bijzonder wat hier gebeurd is. Ja. En wat zo mooi is, ondanks de ellende die de mensen natuurlijk ervan hebben, is dat patiënten op een gegeven moment die relatie zijn gaan leggen en dat zij gaan melden. Want een individuele arts of apotheker ziet natuurlijk maar een paar patiënten, die legt die relatie niet. Maar omdat heel veel patiënten zijn gaan melden bij ons, is op een gegeven moment in oktober bij ons het beeld ontstaan. Nou, dit kan niet meer toeval zijn. Hier is iets bijzonders aan de hand. En daarom hebben wij aan de bel kunnen trekken. Ja, ja, maar er zijn ongetwijfeld ook nog een heleboel mensen die dat verband zelf niet gelegd hebben. Ja. En dan misschien tot op de dag van vandaag niet achter zijn, ja, dat het de verpakking is van het medicijn, ja, waardoor ze nu klachten hebben. Ja, dat is ook heel begrijpelijk, want je, ja, verwacht het niet. Nee. En daarom is het zo belangrijk dat mensen melden. Ze kunnen nu ook alsnog bij ons melden. Ja. Dan kunnen we ook hun ervaringen nog meenemen in dat onderzoek. En is het een goed idee om zelf, zat ik te denken, al die pilletjes uit dat doordrukstripje te halen en zelf in dat potje te doen? Ja, ja, laten we vooral, kijk, er is nu een nieuw middel wat waarschijnlijk een iets hogere dosis heeft. Een hoop mensen zijn hier misschien al op ingesteld. Als je toch nog klachten hebt, ga dan echt vooral naar je arts om te laten kijken hoe is de instelling bij jou en overleg met je arts wat je het beste kunt doen. Ga niet zelf aan de dokter. Nee, want uiteindelijk moet je ook ingesteld worden op die nieuwe verpakking waarschijnlijk. Want die oude komt niet meer terug, denk ik. Nee, ik denk niet dat die oude terugkomt, nee. Nee. Maar het is toch wel heel belangrijk dat we uiteindelijk achterkomen wat hier gebeurd is. Want dan kunnen we ook leren voor de toekomst hoe het anders kan. Zeker. Nou, de Schildklierorganisatie Nederland heeft vanavond een speciale telefoonlijn geopend. En de fabrikant zelf heeft sinds vorige week ook een Nederlandse hotline. Op onze website vindt u de nummers en de links. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan.